VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. Een voorbeschouwing op de thuiswedstrijd tegen Ajax. Vertraging voor renovatie van de Koel. De top 3 van VVV. Maar nu eerst terug naar de seizoensouverture tegen Willem II. Goed, ineens doorgespeeld door Liefdink. En hier kan Liefdink schieten. Redding Onderstal. Goed balletje van Susic. Moreno Rutte. En Post die zijn kans schoon ziet en geweldig scoort. Wat schiet hij die bal prachtig in de bovenhoek. En VVV staat met 1-0 voor. Versneld. En haalt volle overtuiging de trekker over. En dan komt Wellenreuter er niet meer bij. En staat Maurice Stijn met VVV op voorsprong in Tilburg. Susic. Die goed speelt in de eerste helft. Post. Söntjens. Post kan er nog één maken en dat doet hij bijna. En eigenlijk is deze kans misschien wel groter dan waaruit hij wel scoorde. Combinatie met Söntjens. Vrije trap, weggebokst. Goed gedaan door Unnerstal. Palacios. Nee, dat was hem niet. Oh, deze zit bijna in eigen doel. Via Christian Koem. Kroeks. Natuurlijk weer naar zijn linker. Nou, als die bal een keer goed is, kan hij toch ook verlengd worden tot doelpunt. Maar het lukt niet. Het lukt Kolovos nu niet. En Sol daarachter. Kroeks. Veel gaat over die kant. Nu dan een keer een voorzet met rechts. En dan zit hij er wel in. En dan kan het er maar eentje zijn. En wat zijn ze blij dat hij er nog is. Want Frans Sol zorgt voor de gelijkmaker. En de scheidsrechter is nu in overleg met de VAR, Kevin Blom. Of dit doelpunt misschien wel moet worden afgekeurd. Is het niet gewoon een handsbal van Sol? Het doelpunt wordt afgekeurd. Het doelpunt telt niet van Sol. Het blijft 1-0. Geel is er zelfs voor Sol. Ja, het is toch niet dat hij hem bewust binnenslaat of zo. Het is geen kopbal. Dat staat vast. En scheidsrechter Blom is ervan overtuigd dat dit een handsbal is. Ja, hij maakt hem met zijn arm. Het is terecht dat dit doelpunt wordt afgekeurd. Zit het er nog in voor Willem II in de slotfase van de wedstrijd? Op basis van de tweede helft zou de gelijkmaker misschien wel verdiend zijn. Crowley zou het zelf kunnen doen. Schot in de verre hoek, raakt de paal. En Kroeks faalt daarna in de rebound. En dus wint VVV vanavond in Tilburg. Op basis van de tweede helft verdient Willem II een punt. Maar dat punt komt er niet voor Adrie Koster in de seizoensouverture. Lekker begin? Ja, heerlijk begin. Ja. Je kijkt er altijd naar uit na zo'n voorbereiding dat je weer kan starten. Maar dan is het heerlijk als je uit bij Willem II de 3 punten meeneemt. Hartstikke goed. Hoe kijk je terug op die wedstrijd nu? Nou, ik vind wel dat we heel veel dingen nog niet goed doen. Of nog niet naar behoren. Dat heeft ook mee te maken dat we wat nieuwe spelers in de ploeg hebben. Ik vond het met name aan de bal heel onrustig. Maar aan de andere kant, dat zijn dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Want ik wel heb gezien is een ploeg die knokt tot op de laatste seconde om de punten binnen te slepen. En dat is zoals het hoort. Zo zijn we het gewend. Nou, dat is wel weer goed dat we dat wel weer bij iedereen zien. Dus daar was ik heel tevreden over. Maar ik heb wel wat verbeterpuntjes gezien.
Ja, zeker. Je zegt naar nieuwe spelers natuurlijk die nog moeten wennen. Maar je zag wel weer dat hechte collectief, denk ik. Ja, dat zag je weer. Dat is natuurlijk belangrijk. Dat je in wedstrijden waarin je het zwaar hebt. We hebben het afgelopen zaterdag wel fases behoorlijk zwaar gehad. Een bal op de lat, een bal op de paal. Ja, en dan wordt de collectiviteit gevraagd. En dat hebben we getoond. Dus daar was ik wel heel blij mee. Nou, de primeur met de eerste VAR-beslissing. Ja, ook dat ja. Ik had het niet gezien. Ik denk dat niemand het gezien had. Behalve Chris Kum, die zag het wel. En dan is het belangrijk dat uiteindelijk die scheidsrechter het in jouw voordeel beslist. Dus daar was ik wel heel blij mee. Ja, Danny Post, wat een rentree. Mogen we het zo noemen? Ja, heerlijk. Kijk, ik ben er niet voor om de doelpunten te maken. Alleen als je hem dat zo maakt en je eerste wedstrijd weer na lange tijd, dan is het echt lekker om hem zo te starten. En ik denk dat het wel hele belangrijke punten zijn uit bij Willem II. Ook zeker het schema wat nu volgt. Alleen voor mezelf is het toch wel lekker dat ik dat doelpunt gemaakt heb. Ja, beschrijf het moment eens. Ik zag eigenlijk wat ruimte ontstaan op het middenveld. Moreno schoof naar voren en die speelde de bal naar de zijkant, naar Peter. Die speelde hem terug op Moreno, iets te ver terug. En die liet hem lopen en ik zag toen kans om voor mijn man eigenlijk naar de 16 meter toe te rennen. En hem in één keer op de pantoffel te nemen. En, ja, als je zo'n bal raakt, dan weet je wel, die kan er wel eens lekker in gaan. En gelukkig raakte de keeper hem nog maar niet genoeg om tegen te houden. Ja, dan ben je ook nog dicht bij een tweede goal. Ja, ik had de smaak te pakken. Ik dacht, er lag weer ruimte. En ik heb zo mijn tegenstander een beetje kunnen verrassen. En dan weer in combinatie met Zeuntjes. En ik denk, probeer het met links. Maar zie je toch dat me niet mijn sterkste been is. VVV is er niet in geslaagd om de renovatie van de parkeerplaats voor het stadion en de Zuidtribune uit te voeren voor de eerste thuiswedstrijd. Dat klopt. Dat wil niet zeggen dat er niks gebeurd is. Achter de schermen is er veel gebeurd, veel voorbereidingen getroffen. Alleen de realiteit haalt ons af en toe ook in. Met name als ik kijk om naar beschikbaarheid van aannemers, doorlopende procedures. Dat betekent inderdaad dat de planning iets wat gewijzigd is. Maar de dingen die we gaan doen, die zijn nog altijd ongewijzigd. De werkzaamheden gaan na de thuiswedstrijd tegen NAC op 22 september alsnog van start. Pas een maand na die wedstrijd speelt VVV weer thuis. In die periode gaat de parkeerplaats dus op de schop en de Zuidtribune wordt wind- en waterdicht gemaakt. Dat is sowieso een oplossing voor problemen die met name ook in de koudere periode van het jaar natuurlijk speelt. Dat blijft dat we dat voor die periode dus ook gedaan hebben. Dus ook vanaf september gaan we ook met de Z-tribune aan de slag en daar het dak weer water- en winddicht maken. Vanaf zaterdag kunnen bezoekers in dit vak wel al gebruik maken van een groter horecapunt en extra toiletten. Ook zijn er nieuwe stoelen in de business lounge. Gedurende het seizoen worden nog meer zaken aangepakt, zoals de entree, en er wordt een begin gemaakt met de verbouwing van de O-tribune. Dat kan in het voorjaar mogelijk al starten, dat eerste werkzaamheden plaats gaan vinden achter de tribune. Zodat je zodra het seizoen af is gelopen echt door kunt gaan pakken. Dat je met ingang van het nieuwe seizoen een compleet nieuwe tribune hebt staan. Maar ook in dat verhaal moet je dus heel goed planmatig kijken wanneer zijn wedstrijden. En is de bouwplek dusdanig veilig dat we ook hier gewoon wedstrijden kunnen spelen en mensen daar kunnen ontvangen. Medio oktober zal tijdens de jaarlijkse supportersavond het bouwproces van deze tribune toegelicht worden. Ook de inbreng van de supporters in deze planvorming wordt dan besproken. Zaterdag komt Ajax op bezoek in Venlo. De Amsterdammers maakten vorig seizoen pas na rust het verschil. Het was ook de wedstrijd waarna een storm van kritiek ontstond over het kunstgras in de koel. De hitte en het niet sproeien zorgden voor een stroperig veld. Younes Huntelaar bij de tweede paal, Van de Beek met de goal. Daar is de opening gevonden door Ajax. Van de Beek. Van de Beek, dat is een goede bal. Neres, Oenerstal is uit zijn goal. Dan moet Neres scoren. Doet hij dat ook? Dat doet hij ook. Dat doet hij fraai. Het is 0-2 voor Ajax. De eerste uur hebben we toen uitstekend gedaan. De tweede helft konden wij het niet meer belopen. En uiteindelijk hebben we toen met 2-0 verloren. Maar ik denk dat we toen onze huid duur verkocht hebben. En dat hopen we nu weer te doen. En natuurlijk weet je dat Ajax denk ik in potentie en in kwaliteit de beste selectie van Nederland heeft. Maar ja, in elke wedstrijd liggen de kansen. En daar zullen we vol voor gaan. Ik denk dat we lang in de wedstrijd moeten blijven. Niet snel een doelpunt tegenkrijgen. We zitten toch nu een beetje in een lastige fase. Er wordt heel veel over ze gezegd en geschreven.
En ja, die kunnen niet nog een keer puntverlies leiden in de tweede wedstrijd van de competitie, zou je denken. Dus aan ons is alles gelegen om hun tegenstand te bieden en gewoon zijn hele vervelende middag of avond te bezorgen. En ja, of dat gaat lukken, dat moet blijken. Maar ik denk dat we gewoon een team hebben die dat zeker kan. En in de Cool hier denk ik dat ze niet... Ik denk dat ze bij Ajax niet aan te trappelen om hier naar de Cool toe te gaan, denk ik. Jij bent zeker gretig. Ik ben heel gretig. Ik ben altijd gretig. Maar dit zijn wel de mooie wedstrijden natuurlijk. Dat heb ik vorig seizoen ook gezegd. Ajax, PSV, Feyenoord. Het zijn mooie wedstrijden. Ook uit zeker. Maar thuis dan zit het toch vol. En dan willen mensen toch ja, een leuke wedstrijd zien. Ik verwacht natuurlijk een Ajax wat... Ja, wat niet goed aan de competitie is begonnen. Wel een uitstekende ploeg heeft, uitstekende spelers. Maar die deze week ook nog voor de Champions League moeten spelen. Dus ja, je weet niet wat je kunt verwachten. In ieder geval verwacht ik de sterkste opstelling bij Ajax. Want ja, dat hebben ze van de week dan niet gedaan. En ja, dat heeft ze nog punten gekost. Dus ik verwacht wel dat zij niet nog een keer zullen gaan rouleren. Ja, ik weet niet wat de temperatuur wordt zaterdag. Het is in ieder geval een avondwedstrijd. Dat scheelt ten opzichte van vorig jaar, ja, denk ik. Zeker, ja. Zeker, ja. En de sproeiinstallatie doet het ook. Die deed het vorig jaar ook niet. Dus wat dat betreft zijn de omstandigheden beter dan vorig jaar. Suntjes, Grot en Opoku waren tegen Willem II toch inzetbaar. Maar volgens Stijn kunnen de drie aanvallers ook tegen Ajax nog geen hele wedstrijd spelen. Mlappa traint helemaal niet mee met de groep en zal dus zeker nog ontbreken. Maar de Duitse spits geeft wel aan op de goede weg te zijn. Grot is ingevallen, Opoku is ingevallen, Seuntjes heeft een uur gespeeld. Dus dat was eigenlijk prima. De enige die nog niet fit is, is Mlappa. Maar het ziet er allemaal goed uit in ieder geval richting de komende wedstrijden. Ja, vorige week was je iets pessimistischer. Of is dat er ook een beetje zand in de ogen strooien van de tegenstander? Nee, helemaal niet. Want de jongens hebben maar één keer getraind. Bijvoorbeeld Grot, die kon er dan op het laatste moment bijna. Opoku is een maand uit geweest. Seuntjes, hele vervelende blessure. Dus die hebben pas op donderdag, vrijdag zijn die aangesloten. Dus dat was heel ja, erg afwachten of die daar goed uit zouden komen uit die trainingen. Dus maar ik ben nog steeds heel voorzichtig met ze. VVV is daar niet in geïnteresseerd. Het wil controle houden op de wedstrijd en loeren op de momentjes zoals hier misschien via Van Kooi. Nou zeg, wat is dit voor moment? Dat is toch ongelooflijk. Maar wat ziet die bal er fraai in. Dat lijkt toch niet slecht, want het is gewoon 0-2. En het is Promes. Voor het eerst in de geschiedenis. Wint VVV in Enschede. Hij weet waar ze gaan nemen. Daar dus. 8 rechts. En 8 gaat hem nemen. Maar kan hij hem ook pakken? Nee. Leeman schuift hem heel rustig binnen. En VVV leidt. En dan zit de wedstrijd erop. En wint VVV van Feyenoord. Door een penalty van Leeman. Hendricks, van heel ver, Hendricks! Die doet nog even een gooi naar een van de mooiste doelpunten van het seizoen bij PSV. We sluiten af met de top 3 van VVV. Wat zijn de mooiste wedstrijdmomenten van het seizoen? Vorige week zijn we gestart met 3 momenten van trainer Maurie Stijn van vorig seizoen. Deze week mag aanvoerder Danny Post een nieuw fragment in de top 3 zetten. Ja, ligt voor de hand natuurlijk. Ik denk dat het moment van Jorrit Hendricks eruit gaat. Ik denk dat we het vorig seizoen toch ook zelf gedaan hebben. Het was lekker dat uiteindelijk hij toch dat doelpunt maakte en we erin blijven. Maar ik denk dat het knap genoeg was om. Dus ik wil eigenlijk alleen momenten van ons erin hebben. Dus Jorrit Hendricks eruit en ja, de 3 punten tegen Willem II erin. En dan het doelpunt van mijzelf. Het is wel raar om een moment van jezelf erin te zetten. Maar ik denk dat hij er wel in hoort. Denk het ook. Ja? Oké. Okay. En Post die zijn kans schoon ziet en geweldig scoort. Wat schiet hij die bal prachtig in de bovenhoek. En VVV staat met 1-0 voor. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.